spijt me, Harry, dat ik het zeggen moet, maar... Niks aan de hand. Niks aan de hand, noemt hij dat mannen ligt te verrekken van de pijn? Ja, dat klopt. Je hebt een spier verrekt en daaroverheen een koutje gevat. Is heel vervelend, maar niks ernstigs. Ja. Gelukkig. Ja, maar toen je daar in de keuken in elkaar zakte, dachten we allemaal dat je rikketik was. Ja. Een hartaanval? Ja. Als je het eruit zegt, iemand die hier een hartaanval krijgt, moet wel acrobaat zijn. Ja, maar toch maar een beetje voorzichtig doen, Harry. Beetje aan je leeftijd denken, kan nooit kwaad. Tegen wie heb jij het snotneus? Nee, ik bedoel alleen maar te zeggen dat er kan van alles gebeuren als je een jaartje ouder wordt. Ja. Ome Jan. Oh, vertel maar weer van ome Jan. Ja, natuurlijk. Zomaar ineens. Ene moment stond die tulpenbollen te planten in de tuin, het andere moment stonden de tulpenbollen op hem. Ja, zei hij. Herinner jij die oude Van Haken nog? Nee. Die viel knak, boem, om. Tijdens die wedstrijd PSV Feyenoord. Ja. Hartstikke dood. 75 jaar, 2 wereldoorlogen achter de rug. Ja. Een echtscheiding, 7 kinderen. En in de rust lag er alleen nog maar een oud, vettig petje. En een half opgegeten frikandel. Victor, alsjeblieft. En die verlenging heb ik toen gemist, weet je nog? Oh ja, op het laatste moment heeft Feyenoord nog de gelijkmaker gemaakt. Ja, fantastische goal van Taument. Nee, John de Wolf kwam helemaal van achteren naar voren. Keiharde kopbal in de linkerbovenhoek. Vergeet ik nooit, joh. Schei uit. Goed, alles goed en wel. Maar ze hebben toen wel mooi tijdens die wedstrijd bij die oude Van Haken het knopje van het licht uitgedraaid. Oh ja. Jongens, hou nou toch op. Zometeen vragen jullie nog of ik houten of koperen handvatten naar mijn kist wil. Ik heb alleen maar mijn rug verrekt. Ja, dat weten we, opa. En dan zijn we ook heel blij om ermee tenminste met een dag of 2 weer op de been. Geen sprake van. Hè? Minstens een week rust en waarschijnlijk een dag of 10. Oh. 10? Ik kom over een paar dagen wel weer eens even terug. Hè? En wel om die pens blijven denken, anders wordt het wel je rikketik. Ja, schiet hem maar op, zeg. Zal je even uitlaten? Ja. Gooi die kwakzalver de deur uit, zeg. Koest! Anders maak ik er 2 weken onvoorwaardelijke rust van. Ja, opa, je moet niet zo mopperen, hoor. Ja. Ik haal wel een paar boeken uit de bieb voor je. Ja, je mag mijn spelcomputer een dagje lenen. Ja, dat is heel erg lief voor je hier, jongens. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ik moet het huishouden doen en koken. Er ligt in de keuken een lamsbout. Die had een half uur geleden al in de oven gemonteerd. Jee, jongens, bel 0611. Er loopt een lamsbout los. Hou, Willem, hou op! Lachen doet zo'n vreselijke pijn, zeg. Oh, nee, als ik hier een week moet blijven liggen, loopt alles in het 100. Hij heeft wel een beetje gelijk, hoor, jongens. Ja, die rug kan nog wel voor een paar probleempjes gaan zorgen. Ik zit tot over mijn oren in de opnames. Ik kan toch moeilijk een paar dagen vrij vragen omdat mijn vader ziek is. Ja, iedereen weet hoe laat ik gemiddeld thuis ben. Dus. Ja, maar jongens, ik ben er toch ook nog? Het huis dondert toch niet in elkaar omdat meneer de burgemeester een week in zijn bed moet blijven? Zo goed kookt hij nou ook weer niet. Wat? Opa simuleert in ieder geval niet. Oh nee, Willem, dat kan ik je toch niet aandoen. Met z'n tweeën kunnen we het bijna al niet aan. Het huishouden en het koken. Nou, jongen, dan zal het eens een keertje minder schoon zijn. Eet hem gewoon eens van tafel in plaats van de vloer. Ja, lachen jullie maar lekker uit. Maar van nu af aan gaan jullie twee mij helpen. Juist. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Tata. Ja, kijk eens even, de broodjes liggen al te wachten. De jus d'orange staat op tafel en de eitjes kunnen er elk ogenblik aankomen. Pa, fantastisch. Ja. Hoe heb je dat allemaal zo snel in je eentje voor elkaar gekregen? Dat is heel simpel, gewoon een kwestie van vroeger opstaan. Het is helemaal niet ingewikkeld. Alsjeblieft, daar zijn de eitjes al. Lekker. Ja. Ik run mijn keuken het liefst zoals Björn Borre vroeger tennis speelde. Gewoon rustig en beheerst vanaf de baseline. En niet dat hectische gedoe van je vader aan een McEnroe met een tik-tik balletje aan het net. En dan maar schreeuwen als het allemaal fout is gegaan. Ah, daar is hij. Lekker gewandeld met het kleine baasje. Ja, morgen gaat hij met het kleine vrouwtje, hè, denk Tom. Ja, hé, Rick, ga jij maar zitten. Doe de keuken uit. Orde en strategie, dat is het hele eieren eten. Oh, nee. Ja, mijn moeder zei altijd, de grootste militaire genie hebben een opleiding genoten in de keuken. Huh? Een Napoleon bijvoorbeeld komt uitermate goed overweg met pollepel en braadsleden. Zo. Ja, als je het allemaal zo perfect onder controle hebt, dan lopen wij alleen maar in de weg dus. Nee, jij gaat lekker boodschappen doen. Dat heb je met je hand op je gitaar beloofd. En jij gaat naar school de witte was doen. Dat geeft mij weer een paar uurtjes extra. Kan ik Nicole een handje helpen? Nou, ga jij Nicole helpen? Zeg, hebben wij een echo in de keuken? Wie is de burgemeester van Wezel? Wezel! Pa, is dat nou niet een beetje overdreven? Nee joh, maar Harry is ook ziek. Dan zit het oude arme kind zit met de handen in de Vlaamse haartjes. Trouwens, ik heb het beloofd. Ja, nee, maar dat was nog voordat opa Henri zijn rug verrekte. Joh, wat geeft... Ik heb alles onder controle.
Het is alleen een beetje vervelend af en toe die oude brompot op zijn wenken te bedienen. Willem, Willem, Willem! Nou, zo erg is het toch niet? Oh, nee? Willem, Willem, Willem! Wat zei ik? Ik kom eraan! Zit er een beetje boter op mijn toast? Nee. Ook niet een heel klein beetje alleen voor de lekker? Nee, want aan al dat lekkers heb jij je verteld, zegt de dokter. Ja, Fons is gewoon jaloers. Ja. Zeg, hard of zacht? 4,5 minuut. Eet maar lekker je eitje op, ik heb geen klachten gehad. Heb jij voor iedereen ontbijt gemaakt? Jazeker. Met een eitje? Ja, zeker. Maar toch geen jus d'orange, zeker? Met jus d'orange natuurlijk. Ik heb zelfs een complimentje van je dochter gehad. Ze zei dat ik het allemaal prima had geregeld. We redden het eigenlijk prima zonder jou, Henri. Ja, sorry, sorry. Daar lijkt het wel op, ja. Ja. Maar ik ga nu verder, want ik heb nog een boel te doen. Zeg, Willem. Ja. Ik had toch heel erg graag een klein beetje boter op de toast gehad. Ja, goed, goed, goed. Klein beetje boter. Ik doe jij bent ook makkelijk om te praten. Zeg, laat nou maar. Nee, nou, zul je het krijgen ook, zeg. Zeg, Willem. Ja. Als je nou toch gaat, ik had eigenlijk liever een gebakken eitje gehad met een beetje bacon. Oh ja, gebakken eitje, bacon, oké. Okay. Geen punt, doen we. Deense bacon, Deense. Geen Canadese. Ligt linksonder in de ijskast. Als het niet te veel moet. Nee hoor, absoluut niet, absoluut niet. En verder nog wensen? Nee hoor, nee. Is er al een krantje? Ja, maar die heeft Victor mee, maar ik loop wel even naar die schaarwinkel. Nee, dat wil ik niet hebben, zeg. Je hebt het al veel te druk. Ik koop een krantje voor je, non de ju. Oh ja, natuurlijk. Dank je, Willem. Ja, graag gedaan. Dank je wel. En sla niet zo met de deur! Ah, Rick, Rick, waar zijn de boodschappen? Oh, sorry, opa. Ja, geen tijd. Ik kwam plotseling iets tussen. Je hebt het beloofd. Ik heb helemaal niks in huis. Ja, ik moest naar Doreen. Nou, mooi is dat, zeg. Ja, die gaat binnenkort op vakantie met de ouders en die blijft een hele maand weg. Dus ik moest nog iets met haar bespreken. Ja. Iets heel belangrijks. Ja, wat dan wel. Of ze wel of geen trui aantrekt in het vliegtuig of wat verbandjes ze moet lenen voor de Walkman. Willem! Ja, ik kom eraan! Opa, het was echt onwijs belangrijk voor mij. Sorry van de boodschap. Ja, oké. Kalver, liefde. Ik zal het voor één keer door de vingers zien. Nou, dan maak ik wel wat klaar van de restjes van gisteren. Maar ja, dat wordt me natuurlijk maandenlang nagedragen door meneer de burger. Daar is mijn allerliefste kleindochter. Tenminste, nog iemand in huis die aan de opa denkt. Ja, opa, ik moet even met je praten over de was. Ja. Ik kan hem niet doen. Ja, ik moet zo meteen basketballen. Basketballen? Ja, volgende week zijn de schoolcompetities met de halve finale. Nou, alsjeblieft, opa, als we die winnen, dan zitten we in de finale. Ja, maar Annie, je had het beloofd. Trouwens, je moet toch in schone, frisse kleren basketballen? Opa, als ik niet ga basketballen, dan hoef ik niet meer te basketballen, want dan schoppen ze me uit het team. Nou ja, oké. Laat maar. Ik doe het allemaal zelf wel. Ik zeg die goal wel af, maar jullie zijn de meest ondankbare, onredelijke, asociale klein... Ja, natuurlijk, opa. Ja. Onwijs. Ja. Doei. Je bent een engel. Ja, ik ben een engel. Willem! Maar ook engelen hebben hun zwakke momenten. Ik kom eraan! Zo, daar ben ik dan. Ah, daar hebben we hem. Gelukkig, wat bent u laat? Ja, sorry, maar Harry is ziek. Och, Harry ook al. De griep heeft blijkbaar de letter H te pakken. Mag wel oppassen. Straks zijn de N'en aan de beurt. Ja. Daarom krijg ik het pas in het voorjaar. Dan is de letter W aan de beurt. Maar Harry heeft gegriept, die heeft spit. Oeh, dat is pijnlijk. Ja, die moet de hele week in zijn nest blijven. Dan kunnen we de patatjes gezond eindelijk weer eens verhuizen voor de patatjesoorlog. Ja. Dat verkoopt beter. Patatjeoorlog, waar blijft die nou? Ja, zie ik eruit als een verrader, Nicole. Natuurlijk geeft die jongen lekker een patatjeoorlog. Zo dan. Alsjeblieft. Dat is dan 2,75. Hier, laat me zitten. Dank u wel. Merci. Nou, vertel het eens. Wat kan ik voor je doen? Zeg, wacht maar eens. Dan staat u er thuis dus alleen voor. Ja, maar dat is gewoon een kwestie van organiseren. Dat is goed geregeld allemaal. Ja, ja. En 's nachts tot na ene staan stofzuigen zeker, hè? Hoe weet jij dat? Omdat de wallen van onder uw ogen tot op uw knieën hangen. Ga toch naar huis. Huh? Allee, vooruit. Ik red het hier verder wel. Zeker weten? Zeker weten. Je bent een schat. Dag. Ben jij daar, Willem? Ja. Waar blijf je nou zo lang? Boodschappen doen, ramen lappen, de vloer dweilen, afwassen, strijken en oude zeurpiet achterna zitten.
Wat zeg je? Wat is er? Ik kom eraan. Kun je mijn kopje kruidenthee brengen? Ja, ik kom eraan, zeg ik toch. Ik doe het dan met die ene teen die nog niks te doen heeft. Wat zeg je? Ja, niks. Oh, Willem. Ja. Kun je er een lepeltje honing in doen? Ja. Wendel, geen klaar. Ja. Wil je er misschien ook nog een koekje bij? Nee! Best mijn eetlust. Oh. Zo. Rick, wat ben je laat? Heb je het tuinpad nog geveegd? Die rotwijven, waarom doen ze nou altijd zo onwijs moeilijk? Niet dus. Waarom zeggen ze altijd het een en doen ze het andere? Begrijp jij dat nou, opa? Ja, als ik dat wist, dan zou ik een boek schrijven, zou ik schat hemeltje rijk worden. Maar wil je dan misschien wel voor je grootvader dit kopje sla wassen? Ja, ze doet het gewoon expres, hè? Nou ja, ik laat niet met me dollen, ik ben het spuugzat, het is uit. En daarna die komkommer aan plakken snijden? Oh ja, misschien was het mijn fout wel, hè? Zoals ze keek, leek het daar wel op. Zou ik er even bellen? Ik zal er even bellen. Ja. Wat moet ik dan zeggen? Oh shit. Anna! Is Anna thuis? Nee. Rick, waar ga je naartoe? Rick! Rick, kom hier! Willem, is de thee nou klaar? Is alles in orde? Ja, natuurlijk, schat. Alles is onder controle. Het is gewoon een kwestie van organisatie. Het is militaire operatie. Zo. Seppa, waar ben jij nou mee bezig? Vaders militaire operatie. Oh, nou, de slag bij Waterloo is er niks bij, als je mij vraagt. Pa, ik weet dat ik het heel erg druk heb gehad, maar heb je misschien nog de kleren opgehaald bij de stomerij? Shit! Sorry, oh Simone, ben ik helemaal vergeten. Sorry, ik wilde dat jasje aan bij de persconferentie. Ja, ik ben het vergeten! Sorry. Ja, sorry, sorry. Ja, sorry. Als het te veel voor je is, moet je het echt zeggen. Absoluut niet te veel voor je. Nee, maar hem vermoord ik nog een keer. Rustig, rustig, pa. Euthanasie moet je eerst met je arts bespreken. Zeg maar, waar zijn Rick en Anna nou eigenlijk? Ja. Die zouden toch een beetje helpen? Ja. Ja. Anna die wil een soort Michael Jordan worden. En Rick die wou Doreen bellen, maar weet hij wat hij zeggen moet? Dat kan me ook niet schelen, want ik bemoei me nergens meer mee. Dat klinkt inderdaad ernstig, ja. Ja, ja, we hadden toch beloofd de handen uit de mouwen te steken. Ja. Ja, ja, maar ik heb het nu echt te druk om ook die twee kinderen nog achter hun vodden aan te lopen, hè? Pap, wat doe jij uit bed? De dokter had toch duidelijk gezegd dat dat helemaal niet mocht? Fons drinkt één fles whisky per dag. Rookt 10 dikke sigaren, dus waarom zou ik naar hem luisteren, zeg? Als mijn rug hersteld is, ligt hij waarschijnlijk al onder de groene zode. Ja. Zeg, ik had tegengevraagd. Ik verrek van de dokter. Ja, 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 ja. Wat is hier in hemelsnaam? Hier is helemaal niks aan de hand. Het is een beetje uitgelopen. Maar over 5 minuten staat alles weer op de rails. Ga maar gauw naar je bed. 5 minuten? Ja. Met een bulldozer zeker? Ja, ja. Oh, er wordt gebeld. Wil jij misschien de deur even open doen? Anders vat ik weer kou op mijn rug. Het water koopt. Ja, ga naar je bed! Ik heb het aan mijn rug! Ja. Niet aan mijn oren! Goeiedag allemaal. Is dat Nicole? Nicole komt ons uit de nood helpen. Ja, maar er is toch helemaal geen nood? Oh, maar ik kom ook niet om jou te helpen, maar om meneer Henri een beetje te vertroetelen. Ah, maar dat vind ik prettig om te horen. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Ik ga nu naar mijn bedje en ik wil heel graag een kopje lavendelthee met een beetje lavendelhoning. Zeg, hoe moet het dan met de kar? Want Harry is toch ook ziek? Oh, Harry mag alweer zijn bed uit, maar nog niet buiten. En de ijskast zit vol met eten, dus hij trekt zijn plan. Ja, okay. Chris doet de kar voor me. Wil iemand van jullie ook een kopje thee? Ja, dat doe ik wel. Lekker, ja. Alsjeblieft. Ja, maar dat maak ik wel even. Meneer Willem, wilt u alsjeblieft eens niet voor mijn voeten lopen, zeg. Ga jij daar eens zitten en rap ze ervoor uit. Is ik nou zo gezellig, hè? Kadaverdiscipline. Waar blijft mijn thee nou? Ik kom eraan! Zitten, had ik gezegd. Ik ga dadelijk wel naar hem toe. Ai, ai, sir. Kijk, kijk, dat bedoel ik nou. Hè? En opa, was het lekker als je even opa Willem? Ja. Hij had er een paar uitjes in gedaan. Niet te kort. Nou ja, hij heeft er zo zijn best op gedaan. Ja, hij is eigenwijs. Hij had Nicole moeten laten koken. Je loopt wel erg te mopperen op opa Willem, hoor, opa. Dat is helemaal niet waar, maar waarom wil hij nou toch altijd met alle geweld koken, terwijl hij het niet kan? Nou ja, je kan het gewoon niet hebben dat het huishouden gewoon doordraait, ook zonder jou. Hoor eens even, zeg. Mijn kleine, wijze kleindochter. Je hebt gelijk, hoor. Het is werkelijk vreselijk om hier zo hulpeloos op die bank te liggen met het stempeltje voltooid verleden tijd op je voorhoofd. Ah, doe toch niet zo idioot. Ja, nee, ik voel me ineens oud. Ja. Ik dacht dat dat iets was wat voorbehouden was aan andere mensen. Ja,
Oké, maar dan hoef je toch niet zo te katten op opa Willem. Hij doet hartstikke zijn best. Nee, ik kat helemaal niet op opa Willem. Nou, jawel, hij doet helemaal niks goed. Nee, dat is toch ook zo? Nou ja. Het is daar! Ah, mijn rug, mijn rug! Ja, het is mijn rug. Goed. Ja, dag, het is goed met je. Hadi, Chrissy. Hoe is ie? Hey, Willem. Prima. Kun je het een beetje redden, Juppie? Ah, joh, fluitje van de cent. Ja. Wij Surinamers zijn harde werkers, weet je wel? Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar beloof me één ding, dat je dat niet verder vertelt. Nee hoor, zal het niet verder vertellen. Harde werken. Zeg, ik heb hier een beetje wisselgeld voor je. Moest je 100 gulden kleingeld geven van Nicole. Oh, dankjewel. Ja. En hoe is het thuis? Kan jij het allemaal wel aan? Ah, jongens, allemaal prima geregeld. Geen zorgen. Nou, Willem, als ik je was, zou ik toch maar een beetje kalmer aan doen, hoor. Wat is het nou? Begin jij nou ook al? Het gaat heel prima. Op zijn slofjes kan ik het dan. Waarom zeg je zoiets nou? Nou, omdat er in deze zak geen wisselgeld ligt, maar twee pakjes roomboter. Twee pakjes... Maar is dat wisselgeld dan gebleven? Nou, misschien in die tas. Ach, ja, natuurlijk. Wat stom. Ja, natuurlijk. Ja, kijk. Al die rotzakjes die lijken ook op elkaar. Je kan geen winkel inkomen. Overal krijg je diezelfde rotzakjes. Willem, de wereld is vol rotzakjes. Maar als ik je was, zou ik vanavond maar eens lekker vroeg naar bed gaan. Goed uitrusten. Want jullie Hollanders zijn niet gewend om hard te werken. Vergeet dat niet. Nee, hoor. En vertel dat nou maar eens gerust verder. Hey, geef mij maar een patatje oorlog. Komt eraan, Willem. Kut. 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 Word ik geroepen? Ja, sorry mam, ik heb gloeiende schurft in. Wat is er aan de hand dan? Nee, niks, laat maar. Jawel, er is wel iets. Wil je er niet eens met een echte moeder over praten? Gaat het slecht op school? Ja, maar daar ben ik aan gewend, dat is het niet. Heb je ruzie in de bed? Laat maar. Rick. Wat is er nou? Takkenwijf! Nou zeg, ik vraag alleen maar... Nee, jij niet, Doreen. Oh, gelukkig. Maar wat is er dan met Doreen? Nou ja, we gaan al een hele tijd met elkaar om en... Ja, ik wil graag... Nou ja, ik bedoel, het is best wel serieus tussen ons. Dus het betekent hartstikke veel voor me. Maar zij twijfelt nog, ja? Ja, soms zegt ze ja, maar als ik er begin te zoenen... dan wordt ze kwaad en dan duwt ze me weg. Ik weet echt niet wat ze nou precies wil, hoor. Klinkt alsof ze dat zelf ook nog niet precies weet. Wat denk je? We zitten uren en uren te lullen over veilig vrijen, maar we doen het nooit. Veiliger kan het niet, hè? Het is niet leuk, man. Duw van nou maar op. Ach, je moet gewoon een beetje geduld hebben. Kijk, één keer kan maar de eerste keer zijn. En dat is voor meisjes meestal veel belangrijker dan voor jongens. Hoe weet jij dat nou? Ik ben ook een meisje geweest ooit, hoor, Rick. Heb nou maar een beetje geduld. Kijk, als zij nu met jou naar bed gaat... Dan ben jij haar eerste minnaar. Dat ben je toch? Ja. Ja. Nou, dan geeft ze jou dus iets heel moois, iets heel speciaals, wat ze maar één keer weg kan geven. Dan is het toch logisch dat ze zeker wil weten dat jij de man van haar dromen bent. Van haar dromen? Hoe kan ze daar nou achter komen als ze niet eens bij me wil slapen? Heb nou maar een beetje geduld. Wees lief voor haar, wees attent en zeg er 100 keer dat je heel veel van haar houdt. Kom op, man. We leven in 1995, hoor. Maar in 1995 willen meisjes dat nog net zo graag horen als in het jaar 2000 voor Christus, hoor ik. Geduld. Dan gebeurt het allemaal vanzelf. Ineens weet zij dat ze eraan toe is. En dan weet jij het ook. Niks forceren. Denk je? Ja. Ik weet het zeker. Dank je, mam. Mam. Ja? Wist jij het ook ineens bij papa? Bij papa? Ja, natuurlijk. Meneer de dokter, meneer de burgemeester. Dankjewel, Willemien. Ik zal gelijk even de vrouw Bloemie afnemen, ja? Graag, Willemien. Zo ben je er eindelijk, kwakzalver. Ik heb hier 4 dagen liggen verrekken van de pijn. Je moet niet zeuren, Harry. Je wordt hier verzorgd als een prins, hoor ik van iedereen. Geef hem alsjeblieft een hele grote zak met valium, want de man is niet om te harden. Niet te harden, ik ben de zachtheid zelf. Ja, alleen je stem is zo verrekte hard. Willem! Nou, ga eens even zitten. Ja! Oh, zo, dat gaat een stuk beter. Hé, zullen we even naar die rug kijken? Ja. Kijk eens. Ja. Wat is doe je dit? Ja, wat doe je? Geen pijn? Nee. Dit? Nee, absoluut niet, nee. Dit? Nee. Au! Zeg, ben je nou helemaal gek?
Mooi, maar dat had niks met je rug te maken. Dat is omdat je al die tijd zo onaardig tegen Willem bent geweest. Ik ben helemaal niet onaardig geweest tegen Willem. Jawel, dat ben je wel. Nee, alleen als hij niet deed wat ik vroeg. Willem is een goed mens. Ja, absoluut. Willem is een goed mens. Ja. En ik had jou al lang mors doodgeslagen. Ja, maar jij bent ook lang niet zo'n goed mens als Willem. Ja, ach, weet je, misschien ben ik wel een beetje lastig, hoor. Zo vervloekt vervelend, zeg, om hier op die bank zo hulpeloos te liggen. Ik kan daar niet tegen, ik kan daar gewoon niet tegen. Begrijp ik ook wel. Maar gaat al een stuk beter, hè? Ja. En wel kalm aan blijven doen en vooral binnen blijven. Ja, ja, ben ik beter. Zo goed als. Ja, en je zei dat 10 dagen zou duren. Ja, meestal. Ja. Maar jij hebt gelukkig een hele goede dokter. Man, je hebt er geen donder aan gedaan, schennen eruit. Geen zalfje, geen poeiertje, een prikkie kon er niet eens af. Precies. En daarom ben ik nou zo'n hele goede dokter. En nou ga ik jou wel wat voorschrijven, en mezelf ook. Een lekker glaasje uit dat mooie flesje daar. Oh, nou, schrijf dan voor Willem ook meteen een receptje, hè? Willem! Met een patiënt als jij heeft hij wel een dubbele verdiend. Wat geroepen, meneer de burgemeester? Willem, ja? 3 glazen uit dat mooie flesje. Het is niet waar, Fons. Is hij echt beter? Nou ja, ben beter. De hemel zij dank, krijg ik tenminste eindelijk eens behoorlijk weer wat te eten. Au, au, lachen doet nog zo'n pijn. Dat het is je van harte gegund, lastige opzodemieter. Lastig? Ik? Hey opa, ben je weer op? Ja, ja, ja. Dat zie je. Mocht dat van de dokter, pap? Dat moest van de dokter. Ja, beter. Oh. Ja, hoor. En waar is mijn vader? Ja, waar is opa Willem? Nou, ik krijg de indruk dat hij zich verslapen heeft, maar ik zal dat voor deze ene keer door de vingers zien. Harry! Harry! Oh nee, het zal toch niet waar zijn! Pap, moet iets forceren, hè? Nee, 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 ik zeg uit, forceren! Nee. Maar Willem, ben jij nou ziek? Nee. Maar ik wou voor 1 keer eens weten hoe het aanvoelt als iedereen zich het leplazer is voor je rente. Ja, zij zijn.